Maar het is elke dag wel veel trainen, maar dat is denk ik ook goed in zo'n week. Als je nu met deze omstandigheden zit, met het weer en de faciliteiten, dan is het alleen maar goed om veel te trainen en daar gewoon gebruik van te maken. Dus ja, dat bevalt goed. Dus elke dag veel naar buiten, de gym in, veel op het veld. Dus ja, dat bevalt goed. Zijn er nog specifieke dingen waar jullie deze week extra op trainen? Nou ja, andere spelformaties zijn we mee bezig. Individuele training, waarbij je jezelf wil in verbeteren. Dus ja, daar zijn we zeker wel mee bezig. Ja. Voor de kerst heb jij een nieuw contract getekend bij Twente. Geeft het ook weer voor jou een goed gevoel richting de toekomst? Ja, inderdaad. Ja, dat is leuk. Dat is nu geweest, inderdaad. Zo voelt het wel. Dat was een mooi moment. Maar nu is het inderdaad weer een nieuw jaar. En daar gaan we gewoon weer fris tegenaan. En ik was erbij toen het bericht naar buiten kwam. Daar we voort bleven bestaan in de Eredivisie. Dus dat, dat begon al supergoed. En als je dan nog individueel ook gewoon nog zo presteert, ja, dan is dat mooi als dat samenloopt. Het is gewoon vooral weer met hetzelfde zelfvertrouwen doorgaan voetballen. Ik denk dat we boven iedereen's verwachting gepresteerd hebben. Dus ik denk als we die lijn inderdaad weer door mogen trekken, dan zijn de mensen blij, dan zijn de fans blij en dan zijn we zelf ook blij. Ik denk, en dan spreek ik ook voor mezelf, maar ook denk wel voor anderen, het zelfvertrouwen is er gewoon nog. En daar gaan we gewoon vooral zo mee door. En zo snel verleden dat volgens mij niet, ook als je niet 15 dagen vakantie hebt of zo. Dus we gaan gewoon zo door en het is nu vooral weer even gewoon komen, de laatste puntjes weer op de i. Fit blijven. En dan gaan we de volgende week gaan we er gewoon weer tegenaan.